Hallo mensen, welkom bij Jan en bij gasten Jarno en vandaag een nieuwe. Oké. Nieuwe video, meer een FIFA video natuurlijk wel. Doe ik iets anders dan FIFA? Nee, dat doe ik niet. Bijna niet toch, denk ik. De linksachter en rechtsachter challenge. Dus jullie zien, het team is vol met linksachters aan de linkerkant en rechtsachters aan de rechterkant. Rechterkant. Gewoon. Ja, had ik zin in. Ik heb die veel gezien op YouTube, van jullie dat doen. Dus ik dacht, ik ga het zelf ook doen. Omdat ik een peasant ben. Ik heb gewoon heel speciale rechtsachters of linksachters gekocht. Ik heb gewoon, ja, met de linksachters of rechtsachters die ik al had. En dat is dus Team of the Year naam. Natuurlijk heb ik gewoon een doelman, want ja, er is geen links, rechts, achter. Ja, dat is gewoon. Dus ik zie jullie bij de game. Oké, we gaan kijken. Ik denk dat hij nu aan het lachen is met mijn team. Serie A team, ja. Mertens, Tevez, De Rossi, Juanan of zoiets, De Rossi en Rossi, Vidal, Barzagli, Cellini, Inform, Caceres, Handanovic en linksachter, kijk. Oh, nooit even goed. Oké. Proberen. Filip Lahm. Ja, Filip Lahm. Filip Lahm. Ik heb het echt wel. Nu, als ik het bekijk, heb ik wel een heel duur spits. Filip Lahm is spits 1.100.000 of zo. Even kijken naar de Filip Lahm dat in de. Back of the net if lost. Ik hoor het al fout voor mij, denk ik. Yes. Oké, we gaan weer met de fameuze Jarno. Vrij trap, we passen zo en dan gaan we zo en dan. Fameuze Jarno, vrije trap, penalty, alles. Geen penalty, want ja, kan ik niet echt passen. Nog altijd Filip Lahm, tweede van de match. Iedereen lag daar. Chillen. Oh, en alweer. Ik heb al vandaag zoveel van die kopballen gehad. Gewoon dat er gewoon niveau wil springen, hè. Fuck. Ontslaan nooit om uitslaan. Ja. Tuurlijk. Is dat Lahm met de fucking hat-trick? Ja, is Filip Lahm met de hat-trick. Oké, 3-3. Ja, nee, is dat door. En scoort. Natuurlijk, want Neuer springt naar achter als hij zin heeft. A few moments later. Ja, is dat door. Kom, maak een goal. Eerste challenge, ook eerste keer direct verloren. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik ben Jarno, dit was de linksachter-rechtsachter challenge. We hebben verloren. Het is kut. Joe!